Zondagmiddag, rond de klok van 3:30, dus tijd voor het seniorenjournaal. Wat hebben we vandaag voor u verzameld? Mijn naam is Martijn van Oostroom en we staan hier in Museum de Gevangenpoort. U heeft mij waarschijnlijk al eerder gezien en toen was het in het Haags Historisch Museum bij de tentoonstelling over Johan van Oldenbarneveldt. Aanleiding is natuurlijk dat 400 jaar geleden Johan van Oldenbarneveldt hier vlakbij op het Binnenhof werd onthoofd. Dat was een heel bijzonder proces en hij is ook de enige die daar op die plek is terechtgesteld. In deze plek hier in de gevangenpoort is natuurlijk typisch de plek waar misdadigers normaliter werden opgesloten en veroordeeld. En ook politieke gevangenen. Ik ken natuurlijk het verhaal van de gebroeders De Wit. Van de topstukken uit deze tentoonstelling is het Bulzwaard van Hans Pruim. Hans Pruim is de scherprechter die Johan van Oldenbarneveldt heeft onthoofd. En dit is dus heel waarschijnlijk ook het zwaard dat het daadwerkelijk gedaan heeft. 100% zeker weten we het niet. Maar recent onderzoek heeft wel uitgewezen dat dit zwaard, waar zijn naam op staat, dus Hans Pruim, maar dan in het Duits, al heel lang in de koninklijke verzamelingen van Dresden zich bevindt. Met een verhaal dat dit in Nederland gediend heeft om belangrijke personen te onthoofden. Dus dan heb je een vermoedelijke link naar Johan van Oldenbarneveldt. Wie hier gezeten heeft was Reinier. Reinier was de zoon van Johan. En hij is vanuit de gevangenpoort ter dood veroordeeld. En ook ter dood gebracht, ook door een onthoofding. En wel op het groene zootje, hier op 50 meter afstand. Het zwaard is pas recentelijk geïdentificeerd, want in het Rijksmuseum is een ander zwaard, waarvan men jarenlang dacht dat dat het zwaard was van Johan van Oldenbarneveldt, of dat hem had onthoofd. Vorig jaar is daar onderzoek naar gedaan en men kwam al snel achter dat dit kan het zwaard niet zijn, want het had was een steekzwaard, het had een puntige vorm, terwijl een bulzwaard dat gemaakt is om te onthoofden, heeft geen punt, maar heeft een scherpe zijde. En wat u hier ziet is dan ook een typisch bulzwaard zonder punt en duidelijk gemaakt dus voor onthoofdingen. Deze tentoonstelling gaat eigenlijk over de verschillen tussen vader en zoon. De processen zijn anders verlopen. En hoe kan dat? Dan had natuurlijk Johan een hele bijzondere status. En dat is natuurlijk ook de reden geweest dat hij dus niet hier in de gevangenpoort opgesloten heeft gezeten, maar boven de rolzaal op het Binnenhof. En zoon, ja, die werd voor iets heel anders veroordeeld, namelijk een moordcomplot. En het moordcomplot was eigenlijk een wraakplan wat nooit is uitgevoerd op prins Maurits. En Maurits was natuurlijk de kwade genius in de ogen van de familie van Oldenbarneveldt. Want hij zat achter de dood van Johan. Hier ziet u een prent van de terechtstelling van Johan van Oldenbarneveldt op het Binnenhof, onder grote belangstelling. Er staan zelfs vrouwen met kinderen te kijken. En Hans Pruim, dat was een Duitse scherprechter, wij noemen het een beul. En waarom was er een Duitser hiervoor gevraagd? Nou, dat kwam omdat de scherprechter van Holland, waar natuurlijk van Oldenbarneveldt ter dood veroordeeld was, die was erg ziek, die moest uit Haarlem komen, maar die was zo ziek, hij is ook een aantal maanden later geleden overleden, dat men zocht naar een alternatief. En die vond men bij de scherprechter van Utrecht. En dat bleek overigens ook nog familie te zijn van de scherprechter uit Haarlem. En Hans Pruim was dus in dienst van de stad Utrecht om daar dus scherp te scheren.
zoals hij later na de dood van Oldenbarneveld ook genoemd werd, namelijk de veldscheerder van Barneveld. Dus zo komen alle verhalen hier weer samen. En het meest bijzondere is wel eigenlijk om die verhalen samen te bundelen, is de rol die de moeder van Reinier heeft gespeeld. Het is een anekdote die we niet kunnen verifiëren. Want op een gegeven moment, dan is Reinier ten dood veroordeeld, komt zij op een soort audiëntie bij prins Maurits en vraagt om vrijspraak voor haar zoon. Waarop Maurits antwoordt: jaren geleden, toen uw man veroordeeld was, heb ik u niet horen vragen om vrijspraak. Hoe kan dat? En waarop zij geantwoord zou hebben: dat komt omdat mijn zoon wel schuldig is, maar mijn man is onschuldig. Dat geeft heel duidelijk aan, binnen de familie werd gekeken naar beide moorden. Vader en zoon, beide zijn onthoofd. De vader was echt een politieke moord, maar de zoon is een heel ander soort moord geweest. Namelijk, hij is vermoord, of eigenlijk is eigenlijk ter dood gebracht, omdat hij een moordaanslag had willen plegen op prins Maurits. Johan van Oldenbarneveld had twee zoons. Dus Reinier en Willem, die beraamden zo'n 4 jaar na de dood van hun vader een complot tegen prins Maurits. Zij wilden hem, terwijl hij terugkwam uit Rijswijk, wilden ze hem opwachten en vermoorden. Daarvoor zamelden ze geld in en ze hadden ook wel medestanders, maar doordat ze dus het verhaal eigenlijk al in kleine kring deelden, werden ze ook verraden. En het verhaal kwam dus uit en Willem is op de vlucht geslagen en die is naar het zuiden gegaan en Reinier ging naar het noorden. Willem belandde uiteindelijk in Parijs en heeft daar eigenlijk zijn leven uitgezeten als een soort banneling. Maar Reinier die belandde op een van de Waddeneilanden, vermomd en is daar door de plaatselijke schout in zijn kladden gevat en is teruggevoerd hier naar de gevangenpoort. We weten niet waar Johan van Oldenbarneveld is begraven. Men wilde voorkomen natuurlijk dat zijn lijk, of de plek waar hij begraven zou zijn, een soort plek van verering zou worden van Oldenbarneveld. Maar het strenge vermoeden is dat het lijk begraven is in de hofkapel, ook binnenhof, zodat men er eigenlijk ook een beetje een oogje op kon houden. Nu is er de laatste tijd weer discussie over om te zoeken naar het lichaam van Oldenbarneveld. En aangezien het binnenhof de komende jaren gerenoveerd gaan worden, is daar misschien wel gelegenheid voor. Dus vandaar dat er in krantenkoppen tegenwoordig, en het grappige is natuurlijk dat een aantal politici historici zijn, dus die zijn er eigenlijk wel voor om onderzoek te doen naar het graf van Johan van Oldenbarneveld. En hier heeft dus ook het proces plaatsgevonden tegen Reinier en is hij ter dood veroordeeld. En op het Groene Zootje is hij dus in 1625 om het leven gebracht, net zoals zijn vader, door een scherprechter met een zwaard. Een bekend stukje Haagse kunst is weer te bewonderen op de plek waar het ooit is geplaatst. Beste mensen, dames en heren. Ik wil jullie allemaal een goede avond wensen. Fijn dat jullie allemaal zijn. Ik zie ongelooflijk veel ADO-fans. Die hoeven niet zo naar Ajax te kijken volgens mij. Dus goed dat jullie er zijn. En het is een belangrijk moment, want we kijken allemaal de afgelopen 10 minuten naar de overkant. Naar een prachtig stukje van onze stad. Dus ik denk goed daar iets over te vertellen. We staan hier bij een onthulling van een prachtig project. Hoe lang zijn jullie bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen? Nou, met het hele project zijn wij 4 jaar bezig geweest. Maar ik moet wel direct zeggen, het eerste initiatief van Zijlstra is ruim 10 jaar geleden. Maar uiteindelijk in overleg met de gemeente zijn we 2015, 2016 gestart met de ontwikkeling. Want op een plek waar straks 157 nieuwe woningen klaar zijn, waar weer nieuwe mensen kunnen komen wonen. Sommigen uit Den Haag, sommigen van buiten Den Haag. Omdat heel veel mensen een huis zoeken.
daar stond tot voor kort een kantoorgebouw. En dat kantoorgebouw is na de oorlog gebouwd. Het was echt onderdeel van de wederopbouw van Den Haag. En heel veel mensen uit Den Haag kennen dat kantoorgebouw door de jaren heen. Heeft dat hier gestaan. De laatste jaren stond het leeg, was het een beetje een half vergaan kraakpand. We zijn blij dat het nou weer wat mooier is. Maar aan de zijkant van het kantoorgebouw was ook een kunstwerk aangebracht. Dat was gemaakt door Harry op de Laak, in 1957 gebouwd. En in die periode was er op heel veel van die wederopbouwkantoren sprake van wandkunstwerk. Want dat zie je op heel veel plekken nog terug. En zo ook hier. En ongelooflijk veel mensen uit Den Haag hebben in de afgelopen tientallen jaren hier langs gereden, gelopen, gefietst en altijd naar het kunstwerk gekeken. En het is heel belangrijk, denk ik, dat je sommige dingen in je stad weet te behouden. En daarom hebben we ook gevraagd aan de ontwikkelaars en ook aan de architect van het nieuwe gebouw van: kunnen jullie dat kunstwerk alsjeblieft behouden? En waarom is er gekozen om hem weer, zeg maar, schoon te maken, dus het verf eraf? Het kunstwerk schoonmaken? Ja. Ja. Het kunstwerk zag er wel een beetje vervaagd uit eigenlijk. Als je er langs reed ook, dan het is mooi, maar het was net niet mooi genoeg. Dus we hebben hem wel eigenlijk een beetje moeten oppoetsen. Maar we vinden het sowieso weer mooi natuurlijk dat hij er weer eigenlijk heel op zit. Want hij had er in scherven af kunnen komen. En dan had ik met de erf eigenlijk ook wel besproken. Die hadden dan zoiets van, ja, dan maar niet meer terug op de gevel. Maar we vinden het wel onwijs gaaf dat we eigenlijk een cultureel erfgoed gerecycled hebben. Want duurzamer kan bijna niet. Dat is een makkelijke vraag. Maar het is een heel moeilijk antwoord. Want haal maar eens zo'n betonnen strip van een gebouw af, die ook verweven zit met het gebouw. Dan moet je loszagen, mag niet breken. Moet in stukjes, moet gerenoveerd worden, moet weer terug. Het moet aan het nieuwe gebouw ook passen. En ik wil iedereen van Conrad Staten, het hele bouwteam en de architecten in het bijzonder ook complimenteren met de manier waarop jullie dat hebben opgepakt. En toch maar weer allemaal in je project hebben weten te verwerken dat iemand op idee kwam van: kunnen jullie dat kunstwerk niet behouden? En hoe het nu ook erbij hangt. Dat is denk ik heel goed gelukt. En ik weet zeker dat jullie op die manier ook heel veel Haagse mensen heel blij maken die hier ook echt het gevoel van hebben van: ja, dit hing er altijd. Dit past een beetje bij onze stad en zo wordt ook een nieuwe gebouw weer van de stad. We verbinden het verleden met de toekomst en daar ben ik heel erg blij mee. Dus een stukje verleden komt terug. Heel veel nieuwe mensen komen hier wonen en straks rondom het hele Verhulsplein, wat een prachtige plek wordt om te wonen. Daar ben ik heel erg blij mee. En ik vind het fijn om nu eens te kijken op deze mooie zomeravond, het is nog een beetje lekker weer, naar hoe het kunstwerk van Harry op de Laak uit 1957 weer een nieuwe plek krijgt. Dus laten we dat gaan bekijken. En om dat te doen, heb ik begrepen, moet ik doen wat ik iedere week wel één keer doe als mijn core business: op een rode knop drukken. Dat doen wethouders. We hebben hier een rode knop, echt waar. Is het weer standaard? Er hangt geen draad aan, maar hij is toch verbonden. Als jullie mij helpen aftellen, dan gaan wij het kunstwerk officieel openen. Dat doen we als we het terugtellen van 5 naar 1. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Oh! Wat ik zo leuk vind is, het ziet er bijna hetzelfde uit als wat er stond. Was ook met een raampje ertussen. Ja, dat is echt nou van de architect. Want die vond ook direct, als we het terug gaan plaatsen, dan moet het wel op de goede manier zoals het is. Zoals Harry op de Laak toen de tijd heeft bedacht. En dat vind ik, ja, dat vind ik mooi. Ja. Thank you.
Jan nam een kijkje bij de mooie tentoonstelling van Museum Beelden aan Zee. We zijn nu in Museum Beelden aan Zee. Ik ben Dick van Broekhuizen, conservator hier in het museum. En we staan in de tentoonstelling Genesis. Een tentoonstelling van werk van de beeldhouwer Karel Visser. Nou, Karel Visser is een heel veelzijdige kunstenaar. En als hij een thema te pakken heeft en hij werkt dat uit, dan komt dat op verschillende manieren in zijn werk tot uiting. Karel Visser is een beroemde beeldhouwer. Eigenlijk de bekendste en belangrijkste beeldhouwer na de Tweede Wereldoorlog in Nederland. We hebben hier in het museum ongeveer 150 werken van zijn hand, voornamelijk beelden, maar soms ook tekeningen en grafiek, want Karel Visser was een duizendpoot. Hij kon alles en hij werkte de hele dag door. Je ziet hier twee vogels op elkaar, misschien twee parende vogels, of in ieder geval een vorm, twee vormen van vogels op elkaar. Dat is iets wat voorkomt in de natuur. Dus je ziet dat het tamelijk figuratief is gemaakt. Hij maakte, als hij aan tafel zat met zijn kinderen, nog een collage. Of hij wreef met een lepeltje over een papiertje. En dan zei iedereen, wat ben je toch aan het doen? En dan was er weer een prent klaar. Als je dan naar rechts kijkt in de tentoonstelling, dan zie je tekeningen en grafiek met veren en met vogelvormen. Dat is weer een andere manier om de vogel weer te geven. Als je dan kijkt naar de beelden die bij die tekeningen zijn opgesteld, dan zie je verschillende vogelvormen weergegeven. Bijvoorbeeld het tweede beeld met die kleine streepjes, dat is een vogeltje wat in het riet te zien is. Maar ja, dit lijkt ook op een beeld van Giacometti bijvoorbeeld. Dus Karel Visser heeft in zijn hoofd de hele kunstgeschiedenis, de hele moderne kunstgeschiedenis. Maar hij kijkt ook naar de natuur en hij kijkt ook om zich heen. Op een hele aparte manier. Nou, dan kijk je weer naar rechts en dan zie je twee heel grote metalen vormen. Die zijn op een boomstam zijn die gemonteerd. Het lijkt net bijna een soort abstract beeld op een sokkel in de vorm van een boomstam. Maar dat zijn ook weer die twee vogels die als het ware gespiegeld op elkaar geplaatst zijn. Dit is alweer een veel abstractere vorm dan in het begin. Maar het zijn nog steeds de twee vogels. In het museum is Karel Visser te zien in zijn breedste manier waarop je hem kan laten zien. Er zijn hier veel werken, maar het was voor de gastconservator van de tentoonstelling, Karel Blotkamp, wel een uitdaging om een structuur te vinden in die tentoonstelling. En hij heeft gedacht, waarom neem ik niet het Bijbelboek, het verhaal van de schepping van de wereld, het Bijbelboek Genesis. En als je dan nog een keer naar rechts draait, dan zie je allerlei geometrische beelden. Die beelden, dat zijn ook allemaal vogelvormen, maar geabstraheerd. Net zoals bijvoorbeeld Mondriaan dat deed. Die abstractie, die ziet eruit. Als je zo'n beeld, bij wijze van spreken, op straat zou tegenkomen, zou je niet meteen zien, oh, dat zijn twee vogels die op elkaar zitten. Maar die vorm is het wel, daar komt het wel vandaan. Nou, die vogelvormen, die zie je nu van een andere kant. En je ziet dat de kunstenaar eigenlijk die figuren van die vogel abstract maakt tot een beeld. Waarin je steeds eigenlijk twee soort vleugelvormen gespiegeld ziet. Op allerlei manieren. Deze beelden zijn heel groot en ze zijn loodzwaar. Nou, hier zien we een collage van Karel Visser. Hij maakte die collages ook wat later in zijn leven, want dat is makkelijker werken. En hier zie je eigenlijk een gorilla. Het lijkt net alsof die kartonnen onderdelen allemaal wat lukraak bij elkaar zijn geraapt. Maar neem wat afstand en je ziet echt een gorilla wegrennen. Dat wil niet zeggen dat Karel Visser zo'n gelovige man was. En Karel Blotkamp, de conservator die dit heeft gemaakt, ook niet. Maar ze hebben natuurlijk wel een achtergrond in de opvoeding. Een beetje gereformeerde achtergrond. Dus daar blijft toch altijd iets hangen, zegt Karel Blotkamp. En het is een goede manier om de scheppende kunstenaar in al zijn verscheidenheid te laten zien. Net zoals dat in het verhaal in de Bijbel de hele wereld wordt geschapen, zie je hier in de tentoonstelling de hele artistieke, kunstzinnige wereld in het hoofd van de kunstenaar verbeeld. Toen we in het atelier van Karel Visser kwamen, hij woonde in Frankrijk.
Mijn collega's kwamen op een boerderij terecht waar heel veel materiaal, heel veel kunstwerken lagen. En soms ook wat achterloos, zeg maar onder een bed of op tafel of in een schuur. En dan weet je eigenlijk niet eens dat je een kunstwerk aantreft. En dat was bij dit kunstwerk wat je hier ziet eigenlijk ook het geval. Dit is een hele grote collage van een aap. Een veel grotere versie van het kunstwerk wat we net zagen. Als je dit tegen de muur ziet hangen, denk je, nou, wat gebeurt hier? Hier heeft iemand een paar oude kartonnen dozen op de muur gekwakt. Maar zo is het aangetroffen. Het kunstwerk is echt zo gemaakt. Als je als kunstenaar collages maakt, dan kan je dat doen met karton of met papier of met gevonden voorwerpen. Maar Karel Visser maakte ook collages in zware delen metaal. Een voorbeeld daarvan zie je hier. Het is eigenlijk een soort mammoetvorm. Het is een mammoet die hier op de grond ligt, een mammoetkop. En de slagtanden die steken daaruit. Dat is overigens allemaal verantwoord materiaal. Daar is geen olifant eerder voor dood gegaan. Maar het draagt wel enorm bij aan de sfeer van het beeld, die slagtanden. Je zou misschien verwachten dat zo'n kunstenaar als Karel Visser hele chique abstracte kunstwerken maakt of heel high art kunstzinnige dingen doet die heel chic zijn. Maar hij maakte ook gebruiksvoorwerpen. Eigenlijk hele mooie gebruiksvoorwerpen. En hij verwerkte daarin ook botten van dieren. Bijvoorbeeld hier zie je een fruitschaal waar je sinaasappels in zou kunnen doen. Helemaal gemaakt van zilver met onderdelen van paardenskelet. Ik dacht stukken heup van een paard. En verderop zie je een dienblad, waarin ook hoorns zijn verwerkt. En een schemerlamp waarin ook dierlijk materiaal is verwerkt. Je komt binnen op een soort regenboogachtig kunstwerk. Het verbond van God met de mensen is dat in de Bijbel. Maar het is ook een kunstwerk van Karel Visser, waarin hij de natuur huldigt in hele eenvoudige vormen. We staan in de tentoonstelling Genesis en ergens staat in de Bijbel dat het eigenlijk verboden is om een gesneden beeld te maken. En Karel Visser maakte daar een klein grapje van, omdat hij wel in het metaal sneed letterlijk. Hij pakte een heel dik blok metaal, zo dik als dat het beeld wat u hier ziet diep is, zo hoog is eigenlijk. En hij met een lasbrander of met allerlei brandtechnieken sneed hij dus de vorm uit zoals je die hier ziet. Hij noemde dit soort beelden dus gesneden beelden. Eigenlijk iets wat God verboden heeft. De vorm die je hier ziet, die is eigenlijk weer heel natuurlijk. Als je op Google Maps kijkt of in een atlas hoe een rivier loopt, dan zie je ongeveer dezelfde vorm. Dus eigenlijk wat je hier nu ziet, is de vorm van de loop van een rivier met daaronder de liggende de rivierbedding. Ja, best een bijzonder thema eigenlijk voor een beeld. Karel Visser is begonnen als beeldhouwer, als een lassende beeldhouwer. Beeldhouwer kan je natuurlijk doen op allerlei verschillende manieren. Maar hij werd nogal getroffen door de tentoonstelling van metalen werken in het Stedelijk Museum. In de jaren 50 was hij metaal dat gelast was. En toen is hij begonnen met het maken van metalen kunstwerken. Het beeld wat u hier ziet, dat heeft als thema dat er ook niks kan zijn. Dit is dus eigenlijk een beeld van een leegte, van een gat. Nou, Karel Visser die werkte vaak met voorbeelden uit de natuur. En in de natuur zijn dieren, zijn mensen, maar zijn ook planten. Die planten die hebben zaden of die hebben bepaalde regelmatige vormen die hem zeer aantrokken. Dus je kijkt bijvoorbeeld naar een soort uitvergrote versie van een plantenzaad. Of je kijkt naar een tak die ergens in is opgehangen. Of andere versies van zaden, zaadvormen die soms microscopisch klein zijn in de natuur zelf. Veel van de prenten die Karel Visser heeft gemaakt, die hangen ook in het gemeentemuseum. Tegelijkertijd met deze tentoonstelling. Dus als u echt een goed overzicht wilt krijgen van het werk, dan kunt u naar Beelden aan Zee voor de grove beelden. En naar het gemeentemuseum voor het fijne grafische werk. Dit beeld is eigenlijk een verbeelding van allerlei verwrongen stukken metaal die aan elkaar gelast zijn en die eigenlijk een soort van bloemvorm of een soort plantaardige vorm voorstellen. Maar het beeld is gemaakt naar aanleiding van de ramp die gebeurd is bij de World Trade Center in New York in 2001. De 9/11, toen de vliegtuigen met de terroristen zo het World Trade Center invlogen.
ons allemaal natuurlijk nog haarfijn voor de geest staande. Toen heeft Karel Visser dit beeld gemaakt, omdat als je kijkt naar de ruïnes van die skyscrapers, dan zie je daar ook allerlei stengels uitkomen. Eigenlijk ook alsof het een soort verbrande bloemen zijn. En dat lijkt op elkaar. Karel Visser plaatst zijn beelden soms heel bijzonder op een sokkel, op de grond, maar het kan ook hangen. En het beeld wat u hier ziet is een vliegende vis. En je ziet op het metaal van dat beeld, en het is een gelast beeld, allemaal nummers staan. Dat komt omdat het een model is voor een beeld wat veel groter is uitgevoerd en wat je nog steeds kan zien op Schiphol. In een van de hallen van Schiphol hangt dit beeld heel groot uitgevoerd. De tentoonstelling Karel Visser Genesis in Museum Beelden aan Zee duurt tot 10 juni. Dat is tweede Pinksterdag, dat is een maandag en dan zijn we ook open. Dus dan kunt u het nog steeds bezoeken. En als u dan een bezoek doet aan het museum en u heeft de tentoonstelling gezien, bent u natuurlijk ook van harte welkom voor een heerlijk kopje koffie. Zo, dit half uurtje is weer bijna voorbij. Ik neem alvast afscheid van u en laten we afsluiten met een gedicht van Lucie Polders. Het volgende gedicht heet Vogels. Elke vogel doorklieft de lucht in een spel met de wind, eindeloos zwevend over de vlakte. Van windvlaag naar windvlaag, alleen ooghebbend voor zijn vlucht, alsof hij de wolken moet bewaken. Hij vliegt van links naar rechts, stijgt en daalt, alsof zijn bewegingen een logica volgen die ik niet begrijp.